Goeie morgen allemaal. Welkom weer op een gloednieuwe vlog op een speciale dag van mij. Yeah! Ik word 1 jaartje ouder. Yay! Lang zal ze leven in de Roria. In de Roria. In de Roria. Piep, 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 piep. Hoera! Voilà, ik heb gezongen voor jou. Ah, waar? Geen drie met de piep, met de piep. Ik kan dat niet. Oké. Als ik gezongen heb, kan ik dat niet. Twee keer daar. Oké. Je hebt al bedankt, schat, voor mijn verjaardag. Amai, file hier. Voor camions. Oho. Ja, er is even file bij Christel Alken. En, raad eens hoe oud dat ik word. Ik weet al. Ja, zeg je dus. 33. Voilà. We zijn nu naar Atte Corner aan het gaan, wat zij trakteert, dus daar moet ik van profiteren. Hè. Zeg. Je mag blij zijn dat ik u wil helpen. Ja. Ook uw verjaardagscadeautje wil geven. Dat is wel waar. En kijk, dat is hier eens aan. Hoe mooi dat dat hier versierd is. Oh, ik heb mijn mondkapje thuis gegeten. Ai, ai, ai. Heb je een nieuwe bij? Uw rugzak zit erin. Ah nee, dan heb ik er. Oef. Okay. En die zijn hoogstwaarschijnlijk hier Pokémon aan het jagen. Hoe moeten die niet naar school? Oké, okay, heel raar. Ik ga nu naar Atte Corner toe. Ik kan jullie het ook eens laten zien hoe het is versierd. Kijk eens aan. Wauw. Tot straks. En welkom nog een keer op een stukje vlog. Kijk, ik heb niet zoveel vandaag gevlogd. Omhoog, we hebben niet zoveel gedaan. Maar we hebben wel redelijk veel op Pokémon gaan jagen. En dan kan ik jammer genoeg niet filmen. Of dan heb ik mijn gsm ook continu in gebruik. Ja. En dat kan mijn scratch ook bevestigen. Wat we zijn van hier vanuit Alken vertrokken naar Nieuwerkerken, Weijer, dan Rijk de stad Steevoort, zo door naar Kermt, dan ook nog circuit van Zolder, daar waren we ook heel dichtbij. En dan zo terug richting mijn thuis toe. Dan hebben we nog even een Enzo Knolleke gekeken. Dan zijn we nu op weg naar mijn ouders thuis toe. En dan gaan we richting mijn thuis nog even toe. Dan ga ik dan nog wel iets uithalen. Mijn laptop. Maar ik ga niet mee naar binnen bij zijn ouders, hè? Nee. Dat wil ik ook. Oké, bij deze. Pas wanneer de corona voorbij is, wil ik dat niet. Oké, bij deze. Sorry. Oké, bij deze. Schat, blijf je herhalen? Sorry. Bij deze. We zijn in een plaatje vandaag, hè? Ja. Dus niks verkeers erachter zoeken. We zitten gewoon in een plaagbui en ik ben in een moordbui. Shit, gemist. Hier zit een vlieg. Een appetante vlieg. En als ik hem krijg, dan is het hem. Doe het. Moord, doe het. Als ik thuis kom, ga ik mijn handen ontsmetten, want ik zie dat hier geen ontsmettingsmiddel is. Nee, hier in de auto, ik laat dat nooit achter in de auto, waarom niet? Dat kan ontploffen als de zon daarop staat. Is je dat? Nee. Dan weet je het nu. Het is green. Groen, opgepast Otterke. Want hier is nog een fietser. Ja, oké. En dan komt er een Otterke uit.
Ja, we zijn nu onderweg dus naar mijn ouders toe. Ja, schat. Oh ja. Maar ik blijf in de auto. Die bladeren vielen echt hard. Hard. Hallo jongens. Ja, hier duurt dat soms redelijk lang hier aan de kruispunt van Kristal Alken met die rode lichten hier. En nu zijn ze echt allemaal door aan het rijden. Dat is goed. Kom aan, door blijven rijden. Dat we ook door ben. Door zijn. Voilà, bij deze is het wel gelukt. En hier is weer al juist een fietser door rood gereden. Het gebeurt vaak, hè, schat? Ja. Dus mensen, respecteer ook de verkeerslichten. Als die rechts staan van u, moet je die respecteren. Als die links van u staan, niet. Dan zijn de borden van toepassing. En meneerke, busje komt zo. Maar die reed achter mij. Nu niet meer, schat. Maar die is voor de rode lichten moeten stoppen. Oh. Busje komt zo. Kennen jullie die liedje? Laat het in de comments weten. Dan lukt dat wel. Dus ik ga jullie nu laten. En ik kom aan een stukje van bij mijn ouders. Salukes, yo. Yo. Ah, zo mensen. Ik ben ook mijn eten gaan halen bij mijn ouders. Nu zijn we onderweg naar de Panos voor haar een broodje uit te halen. En dan gaan we even wat verder op Pokémonjacht gaan. Ik heb ook wel aan een plaats staan waar ook een Pokéstop is. Dan kunnen we daar ook rustig eten en soms zoals af en toe is dan eens draaien. En dan kunnen we ook op ons rustig op ons gemakje eten. En dan gaan we naar Enzo Knol kijken en dan familie. En dan is het tijd weer al om afscheid te nemen. Zo rap is het gegaan, schat. Ja. Welke kleur? Rood. De kleur van de? Liefde en van de stopte. Om te stoppen. Wat, met stoppen met liefde? Nee, stoppen met rijden. En dan als het groen wordt, moet je verder rijden. Oké. Zotteke. Jij deed dat ook, hè? Ja, en ik hou zo zielsveel van jou. Ik hoop van jou. Zielsveel van jou. Amai, Bea, wat een spraakgebrek heb jij toch steeds? En vandaag redelijk veel. Ja. Komt ook omdat ik moe ben, denk ik. Ja, het begint terug donker te worden, hè? Ja.
Mensen, ik ga ook een beetje slecht nieuws hebben. Dus ja, mijn vlogs gaan in de winter een pak korter zijn. Omwille van, ja, s'avonds kan ik niet, niet vloggen. En die wil mij aan die kant voorbij laten steken. We zijn bijna aan de Panos aangekomen voor jouw broodje. En we mogen ook weer een broodje gaan uithalen. Dus €2,60 kost het, of €2,90. Het is niet duur, hè, mensen? Voor een broodje. Oeh, ze hebben wel moeite. Wel met moeite, hè? Ja. En gericht aan de burgemeester van Sint-Truiden regelt deze verkeerslucht dus te groeien aan de QA-tankstation. Dankjewel, want ze zijn hier echt niet goed op ingesteld. Want ik zei hier nu al even en hier komt dan geen verkeer door, waardoor dat daar ginder nog eerst rood is, dat daar groen moet worden, dan komen ze pas hier aan en dan is het hier ook rood voor groen. Dat is hier erg druk, man. Dat is hier druk. Allee, tot s'avonds, schat. Tot s'avonds. Ik ben mijn schatje nu naar huis aan het doen. En dan bij mijn schatje... Vanaf haar schatje... even opnieuw. Blubber. Bij mijn schatje dus terug naar huis aan het brengen. Dan ga ik officieel live. Daarna, tot 22 uur ga ik live en dan ga ik slapen. Meer wil ik dan nog niet zeggen. We hebben dan ondertussen ook nog naar Enzo Knol gekeken, naar familie gekeken. We zijn ook nog ondertussen naar mijn oma geweest. Voor daar ook nog een cadeautje gaan te halen. Dus alles is oké. En dan morgen terug werken. Joepie. Misschien hopelijk weer al. Choppenbeek. Of beter gezegd, Diepenbeek. Dus mensen, ik ga jullie hier dus nu al stukjes ervan laten. Sorry dat het zo'n korte vlog is geweest op mijn verjaardag. Omwille van, ja, er is niks te doen momenteel. Alles is gesloten. Of anders ben ik gaan bowlingen. Of iets anders gaan doen. En dan had ik dat dan ook heel graag willen opnemen als content. Ik was er echt mee bezig. Ik heb begin van het jaar was ik er al echt zwaar mee bezig. Van wat ga ik voor mijn verjaardag? Hoe ga ik filmen voor mijn verjaardag? En al. Ik had er wat camera's op de overvloer neer te zetten van posities. Maar ja, dat kon allemaal niet meer doorgaan door corona. En nee, ik wil het niet continu op corona, corona dit, corona dat steken. Maar er is jammer genoeg niks te doen. Wat hebben we dan maar gedaan ondertussen tijd? Op Pokémon gaan jagen. Dat konden we ondertussen tijd doen. Dus we staan in redelijke wat gyms hier in regio Alken. Ook voor de Pika Coins te hebben. Maar mensen, ik ga jullie laten. Ik zie jullie allemaal morgen fris en wel weer al terug. En dan ben ik gewoon waarschijnlijk stikkapot. Het gaat kortere vlogs zijn. Dat ga ik sowieso nu ook al melden. Omwille van, het is heel vroeg donker. Jammer genoeg. Wat ik dan nog ga doen, dat ga ik nog moeten uitdokteren. Ja, we moeten uitdokteren en uitvissen. Hoe ik dit allemaal nog ga klaarspelen. Ook in deze donkere dagen, toch nog om elke dag een vlog neer te zetten. Want ik wil geen dag meer missen met Cycle TV. Echt waar niet. Ik ben nu goed bezig. Ik wil dit ook zo houden.
Maar mensen, nu even een andere vraag. Ik wil hier nu in de comments zien voor tegen de volgende Q&A. Hoe is jullie dag geweest? Wat hebben jullie gedaan? Laat het ook eens in de comments weten en ik lees het eens voor. Dus wat hebben jullie gedaan? Als je niet graag dat uw naam ook wordt vermeld, zeg het dan ook even in de comments. Dan lees ik dat niet voor, dus uw naam. Maar wel wat je hebt gedaan. En dan zeg ik, ja, die persoon heeft dit gedaan, maar niet de naam. Dat is toch ook een goed idee, hè? Ja. Dus, ik zie jullie allemaal fris en wel morgen terug. Vergeet niet een blauw duimpje omhoog te doen. Vergeet hieronder aan niet te abonneren. En vergeet ook niet op het belletje te drukken. Dan blijven jullie op de hoogte wanneer dat er een livestream gaat zijn. En wanneer dat er een nieuwe video online gaat zijn. Nee, heeft het niet juist gehoord? Nee. Ah. Oké. Okay. Net over oranje. Ah. Oké. Tot morgen allemaal. Joe. Joe.